Jullie hebben vandaag een uh, zwaar besluit moeten nemen, uh, genomen, om uh, de trainer uh, naar huis te sturen. Wat uh, is uiteindelijk de achterliggende gedachte daarachter? Um, we hebben inderdaad een moeilijk besluit genomen met directie vandaag. En, um, ja, de achterliggende gedachte is dat uh, we een lange reeks van, uh, van wedstrijden hebben gehad. Om precies te zijn 12 waarvan uh, we er maar twee gewonnen hebben. Ja, en dat is een reeks die, uh, die PSV onwaardig is. Dat is dus niet iets van vandaag op morgen. Dat betekent dus ook dat die wedstrijd van gisteren in Rotterdam uh, niet bepalend daarin is geweest. Nee dat klopt. Het is over een, een langere termijn. Uiteindelijk hebben wij, uh, denk ik, zijn we goed begonnen aan het seizoen. Uh, hebben wij negen uh, wedstrijden, 23 punten gehaald. Zonder bovenaan in de Europa League. Bovenaan in de competitie en uiteindelijk is er een, uh, zijn we in een uh, neerwaartse spiraal beland. Uh, ja, waar je niet in wil komen als een club, uh, club zijn als PSV. En uh, ja, uiteindelijk hebben we daardoor het besluit genomen om, uh, om te stoppen met, uh, met Mark van Bommel. En niet alleen met Mark van Bommel, maar ook met uh, Reini Robbenmond en uh, Jurgen Dirks en Bert van Marwijk. Okay. Dat is dus uh, in één keer dat hele gezelschap. Dat betekent ook dat er uh, opvolging moet komen. In ieder geval voor de komende twee wedstrijden. GVVV en Pekswolle. Hoe gaat dat eruit zien? Dat klopt. Um, wij gaan die twee wedstrijden in met uh, Ernest Faber als, uh, als coach. Boudewijn Zende gaat hem assisteren uh, als eerste assistent en Ruud Hess blijft ook nog bij de, bij de groep. Zo gaan we de komende twee wedstrijden gaan wij in richting Winterstop. En we hebben wel tegen Ernest Faber gezegd dat hij als trainer-coach het seizoen af gaat maken. En Boudewijn Zende doet het de komende twee wedstrijden en daarna gaat hij kijken of hij ook nog verder gaat als eerste assistent. Wij gaan wel de komende tijd bekijken of bekijken, we gaan ervoor zorgen dat we de staf gaan versterken. En uh, dat is uh, aan de directie op dit moment. Um, toch nog even terug naar uh, het moment dat je een knoop doorhakt. Hoeveel tijd gaat daar uiteindelijk aan vooraf? Uh, hoe ziet zo'n proces eruit? Wat doen jullie? Uh, hoe vaak praten jullie met in dit geval de trainer, van goh, uh, waar kunnen we helpen? Wat moeten we doen? Ja, we zijn natuurlijk in die, uh, in die neerwaartse spiraal terechtgekomen. We hebben ja, de laatste weken zeker uh, dag en nacht gevochten om, het, uh, om te kijken of we tijd konden keren. Samen met de trainer, samen met, uh, met de spelers, uh, directie. Iedereen heeft uh, ja, dag en nacht geprobeerd om, uh, om te kijken of we weer uh, in de winning moed konden komen. En uiteindelijk uh, is het niet gelukt. Hoe reageerde hij zelf? Ja, Mark hebben wij vanochtend gesproken. Uh, Mark was zeer teleurgesteld. Net zoals wij allemaal teleurgesteld zijn binnen, binnen PSV. Het geldt voor de directie, voor de spelersgroep, voor, uh, voor iedereen hier uh, intern. Het is voor ons natuurlijk een grote nederlaag die we, die we hebben geleden. Na nou, de nederlaag die we al in de competitie hebben geleden, is dit, uh, is dit ook een, uh, een grote nederlaag. En uh, ja, ik vind het ook een, een zwarte bladzijde in de PSV-historie dat je uiteindelijk een. Uh, een PSV-icoon. Uh, ja, je, dat je daar de samenwerking mee, uh, mee beëindigt. op deze manier. Verwijt je jezelf iets? Verwijt je, uh, jullie je als directie zelf iets? Tuurlijk, wij moeten ons uh, 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 zeker ook iets verwijten. We moeten ook eens naar onszelf kijken. Uh, we hebben geprobeerd om, uh, ja, om ervoor te vechten. om te kijken om het om de tijd te keren. samen met Mark. samen met alle mensen hier uh, binnen de staf. binnen de club. samen met de spelersgroep. En uiteindelijk. Uh, uh, hebben we dat niet voor elkaar, voor elkaar gekregen. Um, dus de directie heeft, uh, heeft besloten om een, uh, een nieuwe koers te gaan varen. We hebben nog een, uh, een beker om te winnen. Die vinden wij heel belangrijk. Vandaar dat het ook, uh, dit het moment is dat we, dat we deze beslissing hebben genomen. We moeten vanaf morgen, hoe moeilijk ook. Dat besef ik ook. Dat beseft iedereen. Dat beseft de spelersgroep. Uh, hoe moeilijk ook moeten we de, de knop proberen om te draaien. Want woensdag staat, uh, staat de bekerwedstrijd voor, uh, voor onze neus. Voor jou is het ook nieuw. Jij bent ook nieuw in deze rol van technisch manager gerold. Uh, van buitenaf klinken ook geluiden, ja, maar de aankopen, ze functioneren niet, ze spelen niet. Trek je jezelf daar uh, nog iets van aan, in zoverre dat je misschien wel hebt gedacht van, ik stap ook op? Uh, daar heb ik niet aan gedacht. Uh, uiteraard trek ik hem wel aan, want ik ben ook een, uh, een clubman. En uh, we doen alles in het, uh, in het belang van de club. Uh, zo zit directie erin, zo zit iedereen erin hier. Uh, en die kritiek trek ik, ik mij zeker aan. Um, als ik ook uh, kijk naar de samenstelling van de selectie, uh, die heb ik samen met de coach heb ik die, heb die samengesteld. Hebben samen de beslissing overgenomen. Er uh, is ja, dus ook meerdere malen gezegd dat we een goede selectie hadden. Aan het begin van uh, of naar de transferwindow. Uh, dat bleek ook wel uh, ja, naar de reeks die we, die we neer hebben uh, gezet. Uh, uiteindelijk zie ik ook natuurlijk wel dat uh, niet alle aankopen voldoen aan de verwachtingen. Uh, dat zie ik ook. Alleen ja, ik moet het toch op een langer, langer uh, perspectief en een langer termijn moet ik het uh, uh, kijken en bewaken. Ja, en uh, daarvoor ben ik. Maar ik zie nu inderdaad ook dat, uh, dat uh, de aankopen niet helemaal uh, aan de verwachtingen voldoen. En dat trek ik me uiteraard ook aan. Gaat er op dat gebied gedurende de, de winter... Transfer window wel nog iets gebeuren. Ja, daar moeten we goed naar kijken. Daar kan ik nu nog niet iets over zeggen. Ik moet, denk ik, als we een aankoop gaan doen, moet het een gerichte strategische aankoop worden. Dat is dan uh, het allerbelangrijkste. En we weten allemaal dat in de winter dat het heel moeilijk is. Of dat de prijs nog vele malen hoger ligt dan uh, vandaar uh, vaak in de zomer window. Dus uh, we kijken er wel naar, maar uh, zekerheid is er zeker nog niet.